Dat de fabriek naar Drachten komt is vanzelfs goed nijs. Maar de reacties binnen van eerst voorzichtig. Er ben contact geweest met Philips en ze inderdaad meedeeld dat er ontwikkelingen zijn binnen het concern. En dat die mogelijkheid besteedt dat inderdaad dat in je fabriek dichtgaat en dat een part van de burgerlijen niet hier eventueel aan de tak komt. En ik ga erop antwoorden dat Smellingenloon, Drachten, dat die rij is om elke vraag van Philips, wat ze nodig hebben op het gebied van planologie, gebouwen, et cetera, om er als gemeente heel actief in mee te denken, omdat Philips voor u met afstand de meest belangrijke burgerjouwer van deze gemeente is. Philips, is hier van harte welkom? Ja, zeker. En de ben al zonder hier. Er zit al een dubbel gevoel in, want collega's in Engeland, wij herkennen het woord van bedrogen die sluiten again en wat u voelt dat al je houdt bij mensen. Aan de andere kant, je verdracht me wel blij om, want het is een keer wichtig dat je de werkgelegenheid niet bloot. De verhuizing van het fabriek naar Drachten betekent net automatisch dat er hier ook 400 banen bij komen. Het is vaak dat op het moment dat een nieuwe fabriek gebouwd wordt, een modernste lijnen gebouwd worden, dat het met minder mensen gaat. Dus dat met al je nog blikken voorlopig bezig in Engeland nog wat wandelen. Philips wil de komende jaren in de hele wereld waarom van 50 naar zo'n 30 productievestigingen. Dat Philips nou in Drachten investeert, is in dat ruimte van groot belang. Maar Philips was op dit tijd nog net voor de camera reageren op de verhuizing vanwege de gevoeligheid dat mij en mij brengt, zeker in het licht van de Brexit. Maar dat het een steun in de reg betreft voor het bedrog hier in Drachten mij duidelijk wijzen. Philips liet het duidelijk zijn vertrouwen in de vestiging in Drachten mij blikken.